Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter WK Zwerkbal. De laatste cup die we gaan doen met Bulgarije op de vuurflitsniveau. Zoals ik jullie wel eens verteld heb, ben ik weer bezig met voor de zesde of zevende keer het hele Harry Potter verhaal opnieuw te luisteren. En ik heb veel plezier daarin en ik ben nu weer bij deel 6 en dat is altijd een feestje. Want deel 6 is namelijk mijn favoriete deel, in ieder geval qua boekvorm. Het is namelijk zo, dat in deel 6 je gewoon heel veel mist in de films. De hele backstory van Voldemort zit in de boeken en dat is gewoon heerlijk om naar te luisteren. Het zit allemaal erg goed in elkaar. Je ziet allemaal van die kleine dingetjes die dan later interessant worden, zeg maar. Dus ja, dat is een beetje wat mij nu een beetje bezighoudt. Verder ben ik ook podcast aan het luisteren. Daar heb ik wel ook al over verteld. Van True the Gryffindor, ook Harry Potter based. Ook zeker een aanrader. Daar gaan ze, als het goed is, aankomende zondag met deel 2 beginnen. Als je dat dan zo hoort, hè, want nu gaan dan alle hoofdstukken langs, dan is Harry Potter 1 echt een kort boek. Echt een paar hoofdstukken en je bent er al doorheen. Eigenlijk gebeurt alles vaak niet snel, terwijl later dan is het niet zo. Later dan heb je echt hele uitgebreide schooldagen en zo. En dat heb je in het begin, valt het eigenlijk hartstikke mee. Of in ieder geval skippen ze de hele tijd een hele hoop. Ik moet zeggen dat de wedstrijd redelijk goed verloopt, zoals je kan zien. Veel hoge combo goals, dat is altijd prettig. Laag, hè? Oh. Oh, kut. Oh. Nou, score gewoon lekker in. Nou. Zo, lekker. Gaan we deze nou winnen zonder een team special move tegen te krijgen? Dat zou zeer poch zijn. Oh, kut. Oh, dan moet ik nu niet zo throwen. Letterlijk en figuurlijk. Oh, nee. Nee! Dank je. Eigenlijk merk je dus nu hoe belangrijk het is om hoge combo goals te maken. Want ik begon met 3 combo 5 of combo 6 goals, zeg maar. En je ziet hoe fucking snel de match dan voorbij is. Holy shit.
Ja, lekker ring. Dit moet ik even voorbereiden. En er is iemand jarig, bedenk ik me nu. Maten, dit doen we gewoon allemaal live, hè? Kunnen dat gewoon allemaal live? Oké. USA Bulgaria. Kunnen we er weer zo'n snelle match van maken? Dat zou mooi zijn. We zijn pas 6 minuten bezig en toch al een wedstrijd voorbij. Combo 4, dat is netjes, dat is netjes. Was de combo 5, dat ze zo lekker in zijn. Of zoals sommige emotes van mij op mijn Twitch kanaal zeggen, nicing on the cake zou dat zijn. And we do be loving nicing on the cake. Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria. Maat, gooi dan in ieder geval naar dezelfde kleur, mensen. Ringen, ringen, ringen. Okay. Vliegt er iemand vrij? Nee, vlieg dan vrij waar ik naartoe kan gooien. Oh, dat was zo'n grote kans op een combo 7 goal, Maten en Martine. Kut. Oh joh, zie je, hun staan gewoon voor met snipe chance. Zien jullie dat? Dat kan natuurlijk niet gebeuren. Tyfuszooi. Waarom vliegt er dan iemand vrij? Kut. Lekker. Kut. Het leven zit niet mee en dat vinden wij niet fijn. Volgens mij is dat een soort trend aan het worden. Dat als we een keer een goede match spelen, dat we meteen een slechte match erachterop hebben. Er vliegt toch niemand, of wel? What the fuck is dit? Gooi gewoon naar dezelfde kleur, jongen. Ja, dus, er vliegt gewoon niemand vrij. Het is niet dat je naar achter kan pasen of zo, net als bij FIFA.
Gaan we afpakken nog? Ja, dank je. Snel afpakken. Nice. Het wordt echt een trend, joh. Dat als je een goede wedstrijd hebt, dat de wedstrijd daarna super kut is. Waar gooi je naartoe? Er vliegt toch niemand? Uh-oh, ook nog een team special move. Dit gaat echt slecht aflopen, deze wedstrijd. Daar vliegt niemand. Dank je. En gebruik. Nee, gebruik je hem nog steeds niet? Oké. Okay. Gaan we hem nog gebruiken? Hallo? Oh, en we gooien hem gewoon niet eens meer, dat kan ook. Oh, wat word ik hier moe van, zeg. Nou, gebruik. Wat een kutwedstrijd, zeg. Wat een gezeik. Wat een match is dit, jongens. Dat hadden we niet verwacht. We staan gewoon gelijk tegen Duitsland en met heel weinig snide chance. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nou, ik weet wat er aan de hand is. Ze kunnen gewoon niet gooien naar dezelfde kleur. What the fuck is dit? Hij vliegt letterlijk voor je, maat. What the fuck, kan gewoon niet eens meer gooien naar dezelfde kleur. Dat is echt niet te geloven. Oh, nice. Oh ja, dat loopt niet meer. Nice. Echt, er vliegt echt iemand naast je gewoon. Echt niet te geloven. Zo is hij hem dan niet kwijt. Passes it off.
Lekker. We gaan gewoon met een mindere snaai de snaai fight in. Oh, dit is wel spannend. Ik ga hem verliezen, denk ik. Het is gewoon gebeurd. Holy shit, het is gewoon gebeurd. Holy shit. Dat had ik niet verwacht, dat deze serie nog een keer ging gebeuren. What the fuck. Maar we staan wel tweede, dus we zijn inderdaad dan wel goed, maar het zal wel. Nou, laten we het maar oppakken dan tegen Spanje. Jezus, wat een kutwedstrijd als dat, zeg. En de eerste wedstrijd die we verloren. Oh, good, nice. Good, oh, dat was weer zo. Lekker. Ja, wat er net gebeurde, gaat me niet nog een keer overkomen, jongens en meisjes. Dat, Huh? Oh. Soms moet je die combo 5 goal gewoon maar nemen. Als je denkt dat je misschien toch nog eentje verder kan. We laten we zien wie de baas is hier. Hoppatee. Dan maar overmeesteren, jongens. Dan maar overmeesteren. Als het allemaal zo moet, dan overmeesteren we deze match gewoon echt keihard. Alsof ze echt in hun kontje worden gebonkt. Zo hard ben ik hun aan het overmeesteren. Hier, jongen. Wat nou winnen van mij met je kut Duitsland. Zo, hoppatee. Niks meer aan doen. Wat een gezeik. Jezus, Mina. Wat een gedoe. Oké, let's go. Match results. Bulgarije wint.
Zoals het hoort. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering ga ik niet meer verliezen, hoop ik. Adios, amigos.